Hallo! Oh, je mag meepraten. Ja, nee, ik was al begonnen met eten. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met... Thomas. Oh. Wees naar mij. Thomas en Max. En Max. Misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen. Nou, Thomas ken je wellicht al wel, want daar was eerder video mee opgenomen. Maar who the fuck is Max? Ik ben een oud collega. Ik ben eigenlijk gewoon plus 1. Ja, jij bent ook wel eens misschien in de vlog gekomen. Ja. Ja, Max is vaak in de vlog geweest. Op die kantoorvlogs. Ja, dat is wel zo. Dit is lekker. Cool. Maar wie ben jij? Fucking what? Wie ben ik eigenlijk? Wat doe jij hier? Ja, wie ben jij? Ik ben Max, student en vriend van Thomas. Ja, zo ken ik elkaar. Heel simpel, ja. Ook. Ook van de, nou eigenlijk van Winterparadijs. Ja, toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Maar eigenlijk van de overswarming. En daarna werden we collega's bij Habs. Werken we nu allebei niet meer, maar wel mooie tijden gehad. Precies. Kort 5 maanden, maar het was wel leuk. Ja. Lekker sashimi. Oh, we hebben trouwens een sushi van Mr. Sushi. Ja, lekkerste sushi, jongen. Amsterdam West. Ik altijd bestel ik hier, want dit zijn echt... Op die Makartoplein. Mhm. Ja, die stop. Fietskat langs. Mhm. Mmm, zo edi. Echt top. Ik vind bijna de avocado lekker. Het smelt zo op de tong. Oh! Niemand. Iemand vraagt, wat is jullie favoriete eten? Oeh. Bij mij echt alles uit de Surinaamse keuken. Ja? Ja. Jij is zoute soep? Ja. Ja, dat vind ik wel. Zoute soep is zo lekker. Oh, doe jij. Ja, Max had een keer zoute soep gemaakt. Nou, sindsdien. Ik moet het leren. Is maar, niet te moeilijk. Nee, I know, maar toch moet je het wel even weten. Zo. En het duurt gewoon lang. Ja? Ja. Ja, hij was wel lang bezig. Omdat het gewoon lang moet intrekken allemaal. Ja. Dat is jouw favoriete eten. Ja, nou, dit zo zie je, zou ik zeggen, ja, dit. Ja, ik wil gewoon zeggen, gewoon dit. Maar het is gewoon dat je honger ook hebt en... Ik vind sushi wel top 3. Ja, sowieso. Eens. Ik denk, qua keuken zou ik eerst zeggen... Aziatisch. Nou, het is alle 3 Aziatisch. Ja. Top 3. Oh, ja. Korean, Vietnamese. En dan, ja, sushi, Japans. Ja, ik ben dus echt... Helemaal verliefd geworden op de Chinese keuken, maar dan de echte Chinese keuken. Maar niet afhaal Chinees. Nee. Want mijn schoonzus is dus Chinees. En zij kookt voor mij. Dat is insane. Die noedels die ze maakt, die rijst, hotpot en zo. Zij maakt dat allemaal zelf. Wow. Nou, het is zo lekker. Ze hebben mij 1 keer naar een echt Chinese restaurant meegenomen. Mm. Niet helemaal lekker. Was dat die in het centrum hier? Ja. Ja. Ik ben er pas weer geweest en ik ga mijn verjaardag er weer eten. Omdat ik het zo lekker vind. Ja, het is ook echt fucking lekker. Het is echt zo lekker. Dus dat is echt soort mijn nieuwe fave. Mm-hmm. Het lijkt niet eens op de Chinees dat we hebben. De Chinees die wij kennen. Ja, saté. Ja, maar dat is allemaal Indisch. Indonesisch, hè? Oh, saté ayam, ja. Allemaal dat soort dingen. Saté ayam. Saté ayam. Ja. Dat is allemaal, het is eigenlijk Indonesisch, maar wij doen alsof het een soort Chinese afval is. Dat klopt helemaal niet. Ik heb 5 jaar in Chinees gewerkt, hè? Ach? Ja. Oh, dat weet ik, ja. Heel lang. Toen ik jou ontmoette, toen werkte ik daar nog. Toen we in Westgas waren. Ja, toen heb ik nog vrijgekregen. Och, schattig. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Was before me. Ja, wij kennen elkaar van een langer. Ik weet nog zo goed dat Thomas zei, ja, ik heb iemand ontmoet en ja, deed een beetje. Was dat toen, wanneer was dat? Wanneer zei ik dat? Was dat toen kantoor die dag? Ja, dat was op Oosteinde. Ja? Ja. Toen zei hij nog, ik was dit met hem, maar hij wilde mee, maar dat gaan we nog niet doen. Ja, en, ik mocht nooit mee van Thomas naar kantoor. Toen, de eerste video dat je liet zien was met die deurbel. Die deurbel video, dat weet ik. Toen heb ik jou even 1 miljoen views gegeven op TikTok, schat. Maar die is wel echt leuk. Ja, iedereen een Ring doorbel kopen, dat is echt het beste investering. Dat was echt een goede ad van mij, hoor. Ja. Dat was geen ad, maar dat was een goede ad geweest. Zo nog allemaal. Lukt het met avocado? Ja, op weg. Ja? Ja. Gaat niet door je straf? Ik had dus 1 keer van mijn sushi besteld. Dan zat er voor avocado in. Deze man was woest. Hij was toen echt boos. Hij was echt zo boos. Maar hoe kan je niet van avocado houden? Nou, ten eerste, het smaakt gewoon naar niks, weet je. Nee, dat ben ik dus echt niet mee eens. Maar... echt niet mee eens. Nee. Ik zei tegen Thomas, wij waren toen nog op kantoor en we gingen daarna naar een event. En ik had de hele dag niet gegeten, ik had fucking veel honger. Dus hij bestelt sushi. Kom ik daar, elke rol heeft avocado. Dus ik heb gewoon 2 komkommermakies gegeten. Hij helemaal happy natuurlijk, hij eet al die dozen gewoon leeg. Ja, dan kwam stoom uit mijn oren. Ja, maar dan staat wel een verheugje zo erg op. Ik had ook echt honger. Inderdaad, ik had me vooral echt verheugd. Het was echt een letdown. Ja, dat is kut. Die goes wel lekker. Ja, dat lijkt op een ander soort. Ja. We're gonna spill all the tea today. So, and off. Willen jullie kinderen? Ja. Nee. Ja. Nou, dat wordt nog wel. Dat wordt nog leuk. Nee, ik neem een kind. Ja. Kan je toch ook gewoon zelf? Ja, precies. Nee, ik vind kinderen echt zo vreselijk. Gewoon elk geluid wat een kind maakt. Nee, maar kind
dat ga je nog beseffen. Het gaat je zoveel liefde en iets... Dat maakt me echt... Soms vraag ik ook echt af hoe mijn ouders het hebben gedaan. In mijn straat lopen alleen maar te schreeuwen. Of te poepen of te huilen. Als een baby dan zo'n geluidje maakt, dan is iedereen altijd van... Oh, oh nou, nee. Ik denk dan echt van, ga maar weer weg. Nou, deze man is niet om te praten. Nee. Nou, en ja. Ook gewoon... Mama moet oppakken. Dat doe ik ook altijd. Ik denk dat ze de eerste 2 weken... Schattig, nieuwe baby. Nee, de eerste 2 weken... Dan slapen ze alleen maar. Ja, dus nu, heerlijk. Heb je er niks aan? Dan, tot ze met 16e, zijn het gewoon echt teringleiers. Ja. En dan daarna zie je ze nooit meer als je geluk hebt. Ja, en maar anders... je kijkt veel te zwart-wit. Ja. En kijk naar mij. Kijk jezelf. Mijn arme moeder. Ik ben 21, ik woon nog thuis. Die vrouw zou ook wel denken. Die dacht toen ik 18... Nou, ik was hartstikke... Ja, anders was ze alleen. Ik was 22,5 toen ik uit huis ging. Ja, dat is waar. Ik ook. Max, weet je, we praten wel over 10 jaar. Ja. Nee, maar ja, het kan ook, hè. Ik bedoel, het is niet dat het moet. Weet je wel, iedereen heeft zijn eigen leven voor zich. Ik zei vroeger ook altijd dat ik geen kinderen wilde. I changed my mind. Het is ook zo duur, weet je. Maar ik werkte eerst bij de Albert Heijn. Ging scannen. Dan kwamen mensen Nutrilon en Pampers afrekenen. En serieus, het leek gewoon op een aanbetaling voor een huis. Dan hadden ze gewoon 2 pakken Pampers en Nutrilon. En dan moest ik gewoon serieus hardop zeggen, dat wordt al 108 euro. En die Nutrilon gaat op en die Pampers worden volgescheten. Dus het is ook niet dat je het opnieuw kan gebruiken. Dat is gewoon wekelijkse of bi-weekly kosten die er gewoon bij komen. Ja, ik schrik me dood. Dan denk ik echt laat maar. Ja, maar ik wil wel kinderen, maar niet nu. Nee. Echt nu nog niet. Ik vind sowieso, als ik 30 ben, als ik neem, dan na mijn 30ste. Ik vond vandaag zo'n snap in mijn memories van 4 jaar geleden. Toen zei ik over 8 jaar wil ik mijn eerste kind. Oh. Dat is over 4 jaar. Oh, mijn duim. Maar dat wil ik nu niet meer. Ik wil 30. Nee? Mijn 30ste. Nee, ik wil eigenlijk wel liefst wel jong moeder worden. Maar ik wil eigenlijk nu nog geen kinderen, dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik word gewoon te snel te oud. Gaat snel, hè? Gaat veel te hard. Ik word al 23. Vind ik echt niet leuk. Ik ben ook bij daar. Ja. Ik kan bij janken. Ik vind het ook echt kut. Ik denk, nee, ik wil gewoon nog een 19 rare, rellende... Ja, dat is. Dat zei je niet. Maar ik wil gewoon nog zo'n rellende puber kunnen zijn. Ja, maar zo voel ik me nog steeds. Ja, ik ook. Sorry. Daarom ben ik ook zo. Maar dan ben ik echt nog steeds. Ik heb na corona niet stilgestaan. Ik ben niet ouder geworden van mijn gevoel. Ik heb heel even een grandma era zo, gehad. Ga jij dat hele blok. Ik ben lekker op. Ik wil even mijn eigen blok. Ik wil ook nog. Ik moet gewoon voelen in mijn neus, weet je. Ja, dus, cheers. Zo, pardon. Oh ja, op de dubbelfris. Hey, nee. Zuster, op die pizza party of eergisteren. Ja, jij was daar gisteren gewoon nog. Ja, oh, die party was maandag. Op ja, daar hebben jullie gezien. Ja, want toen had ik zo'n soort van sashimi hapje. Ja. Er zat een soort van groen iets op, maar ik dacht, oh, dat is gewoon een groen sausje. Ja. Ik neem dat hele ding in één keer. Volle heetste wasabi die ooit echt, het stroomde mijn neus uit. Gewoon, er kwam gewoon, nou, ik ga niet, geen details vertellen, maar echt, het was echt nog nooit zo in brand gestaan. Maar ik vind dat wel, wasabi pittig vind ik het allerlekkerste pittig die er is. Het is ook snel voorbij. Ja, even zo, poep. Kijk, die samyang-pittigheid, daar heb je van de dag daarna nog last van op het toilet. Zo! Nee, maar dat vind ik wel kut soms. Oh, ik vind dat ook heel kut. Ik krijg er echt wel buikpijn van. Ja, ik ook. Als ik het te heet maak. Zeg maar, ik vind het zo lekker, maar de dag erna denk ik soms... Dit had niet gehoeven. Nee, waarom? Maar echt, ik eet het ook echt niet meer zo vaak. Ik zat te denken, bijna heb ik voor laatst gegeten. Ja, jij eet dat nooit. Nooit? Ik eet het nooit meer. Sarah is een nep noedelfan. Nee, ik ben echt noedelfan, maar het is zo slecht voor me. Ja, ik eet het wel wat minder hoor. Als ik het echt 2 keer, 3 keer per week. Ja, ik wil het even weer wat vaker eten. Wees gewoon normaal. Een domme opmerking, sorry hoor. Iedereen vraagt, wat is jullie grootste blooper? Dat ik mijn huisleutels heb. Jongens, ik had net echt hele heisa. Ik stond bij dat restaurant. Ik ben de sleutels bij! Ik heb het al 2 keer, zeg maar al 2 keer in 1 week. Nee. Ja. Oh. Daarom, ik durf het eigenlijk niet aan te bellen bij die buurman. Want die denkt, die chick die spoort niet. Ja. Vorige keer zei hij ook, heb je gezopen of zo? Nou ja, zingen gewoon in mijn deur. Dat is geen blooper in mijn leven. Dat is gewoon daily lifestyle. Ik denk dat ik wel vaak, zeg maar, ik heb dan bijvoorbeeld een mening over iets. En die deel ik dan. Nou. Bijvoorbeeld, ik hou echt niet... Ik wil niet te beef met de TikTok en YouTube community. Maar ik vind Rotterdam niet echt een leuke stad. Maar ik zeg dat... Ik zeg dat dan tegen een Rotterdammer. Oh, ja. En dat is gewoon ongemakkelijk. Bij Little Bite. Oh ja. Dat Max komt uit Amsterdam. Die komt ook echt uit Amsterdam. En die denkt gewoon, alles buiten Amsterdam is soort gewoon van, urk. Een soort, ja. Ja, maar dat is zo. Hij vindt alles... Nee! Maar als je de Hunger Games hebt gezien, vindt hij alles buiten Amsterdam District 12. Nou. Maar ik zeg dan precies weer op vakantie, zeg ik dan tegen Rotterdam. Ja. En dan dat ben jij, is het ook echt gewoon awkward dat ik denk, oh. En dan ga je dan blijven maar doorgaan en op een gegeven moment heeft iedereen door dat, zeg maar. Oh. Dat en dan ik blijf gewoon doorgaan, ja, kutstad. Max?
Maar toen had ik net nog met jou dat ik echt zo zei van ja, dat Zuid-Holland. Ja, en ik zeg, ik kom uit Zuid-Holland. Maar dat heb ik dus echt heel vaak. Dus ik denk van, oh. Ja, maar ik weet het ook bij jou, boeit me ook niet. Ik moet soms gewoon echt nadenken voordat ik iets zeg. Mm-hmm. Ja. Maar ja. Nou, ik ook. Want dan zit ik zo te kletsen over iets of over iemand. Ja, sorry. En loopt diegene naast me. Oh, dat is zo fijn. Dat vorige week nog gehad. Ja? Ja, echt. Bij, Oh, nee. Ja, echt zo dom. Over? Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, knip het uit. Ik edit het. Nee, voor de live. Oh, ik edit het. Nee, ik zeg het straks. Ja, zeg het door. Het treintje. Nee, ik zeg het straks. Maar nou, niet aan het roddelen, maar gewoon meer... Over gewoon, diegene aan het praten. Ja, gewoon dat ik een keer akkefietje met diegene heb gehad. Want er liep diegene naast me. Dacht ik, oh. Oh. Awkward. Ja, en die keek daarna ook om dat ik dacht, oh, dat is... Volgens mij had ik het ook tegen Floor, dat veel te hard te praten. Daarom, ik kan soms gewoon niet mijn bek houden. Nee, I get hij it. Hij praat wel heel hard, dat is echt zo. Ja, hij zit altijd naar mij. Ja, maar ik praat volgens mij ook best wel hard. Dat is nou, mijn moeder praat echt hard. Ik vind jouw moeder zo leuk. Dan is mijn moeder, die is soms echt aan bellen en dan doe ik echt zo van... Doe even normaal. Het is 10 uur 's avonds op een maandag. Heel de buurt is wakker. Favoriete film? Ik wil nog één ding vragen. Oh. Het was housewarming. Ja, was leuk. Ja. Ja, ik was een katje lang. Ik miste dat. Maar ik hoorde dat mijn moeder er ook was. Ja, mijn ouders waren er ook. Ik was echt willen ontmoeten. Ja, mijn zo moeder zat weer tegen iedereen. Oeh, hey. Ze heeft een iedereen gepraat. Ze was zo cute. Zo cute. Ja, mijn moeder is wel echt zo'n, hoe heet dat? Ja, sociaal dier. Maar dier klinkt gelijk zo. Meestal wat ik bedoel, toch? Ja. Mm-hmm. Dus ook kan je wel ja, weg, hoor. Zijn moeder is echt iemand die zou, zeg maar, ik heb echt een lijst van mensen met wie ik niet in een lift zou willen opgesloten zijn. Ik denk dat zij met iedereen in een lift opgesloten zou kunnen zijn. Oh, dat is echt cute. Dat vind ik echt lief. Wat zit hierin? Heel lekker. Lekker kanaal. Ja, lekker man. Nou, je zit nou niet met afkortingen te praten, valt me op. Nee. Als wij met bepaalde mensen zijn, zo, lijkt alsof je met een andere Fleur praat. Maar dat is echt Amsterdams, toch? Of niet? Nou, maar hij zit alleen echt, met Isabel. Ja, maar als hij met Isabel is, dan zit hij echt te praten dat ik denk... Waar gaat het over? Ik ben een chameleon. Oh, ik heb gewoon verschillende mensen waar ik een bepaalde versie van mezelf ben. Nee, maar dat snap ik wel. Met iedereen wel een beetje, denk ik. Alleen met Isabel is het gewoon heftig, want dan ben ik echt een andere. Dus steek je elkaar aan. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja, je wist elkaar heel erg aan. Ja, op alles. Ja, je hebt echt van die mensen die echt de terror in jou naar boven halen. Ja, Isabel en Aisha. Dat is echt zo. Hey, cheers jullie. Ja, echt. Favoriete winkel. Mijn favoriete winkel is de Hema. Ja? Ik loop de Hema. Action. Ik kan niet de Hema uitlopen zonder niet iets te kopen. Ik heb het echt met Action. Ja, vind ik ook echt leuk, maar ik vind het altijd zo ongezellig. Ja, zo ongezellig. De Action is echt sfeerloos. De Hema is echt leuk. Maar wat ik echt een leuke winkel vind... Nou, ik ga dus eigenlijk nooit naar de winkel. Echt, soms bestel ik ook dingen dat Stan zegt, waarom bestel je dit? Loop gewoon naar de Blokker en haal dit. Dan zeg ik, nee. Bestel jij iets bij de Blokker? Nee, maar ik bedoel, dan bestel ik iets bij bol.com. Wat je ook gewoon net zo goed bij de Blokker kan halen, bijvoorbeeld. Ik ga echt naar de Blokker op de Kinkerstraat. Waarom zou ik dat doen? Psst, geen straatnaam. Ja, ik woon toch niet op de Kinkerstraat, joh. Ja, ik woon in West. Zoek me maar. Come and find me. Hij vindt de worst lekker van de Hema. Ja, klopt. Oeh, die broodjes met die worst erin. Die worstenbrood, of noem je dat? Hotdogs. Hotdogs, ja. Oh, die is zo lekker. Zo lekker. Die saus. Dit. Ja, die vooral, ja. Die saus. Oh. Ja, oh, van die Ikea. Oh, dat vind ik ook leuk. Oh ja. Oh, de Ikea. Maar daar ben ik echt te veel geweest. Nee, oh, ba. Oh, leuk. Oh, nee. Ik vind Ikea zo leuk. Al die teringkinderen die in Smalland achtergelaten worden. Ja, nou, daar heb ik toch geen last van. Nee, die niet. Meteen. Oh. Hou je kind daar lekker. Maar weet je wat echt chill is? Wij gingen toen Thomas net was verhuisd, gingen we nou echt op een maandagochtend. Mm. Nou, ging de wereld voor me open. Mm-hmm. Dat is echt andere maar koek ik vind dat echt heel leuk. Maar als je in die, nu ben ik ook iets te vaak geweest door dan de is dat echt klaar. Dan is het echt klaar. Ik kon echt een half jaar in te gaan. Nee. Nee, maar dat is echt zo met Ikea. Dan ga je op een gegeven moment te vaak. Maar wel echt chill. Kan die bloem even weg? Kan je gewoon eten hoor. Komt dus een mukbang over YouTube. Ja, deze komt op YouTube. Hij heet Max. Marcel. Nee, hoe is hij nou? Heet hij nou? Stop. Ugami. Oh nee. Shikagi. Ja, we hadden dus ooit, we hadden contact met een klant. Ik had die contactpersoon had ik ook nog in de social leren kennen toen ik echt knetterlam was. Tere mooi. En hadden we dus een nummer gegeven van iemand. Wat gebeurt daar? Zijn de comments zo erg? Ja. Ja, waarschijnlijk worden we echt ziek en geheet. Waarom? Ja, weet ik niet. Je smaakt. Ja, echt zo, dat is lekker. Ja, ik ook. Maar... Favoriete stem? Wil jij praten als je bent uitgegeten? Of favoriete eten? Favoriete film? Oh ja, die gingen we nog beantwoorden. Mijn favoriete film is Lover of Loser. Ja? Ja, sorry ja, hoor. Wel leuk. Maar die kan ik echt 1000 keer kijken. Zo, ik weet echt niet wat... Ja, of Ocean's 8 of zo. Ken ik niet. Ocean's 8? Met Rihanna.
Ja, die moet je een keer kijken. Dus dat zei als een kaaskool. Met Rihanna. Ja, maar Rihanna. Rihanna. Ja, Ocean's 8, weet je wel. Je zegt Rihanna? Ja. Met, over Rihanna. Met Anna Hathaway en... Dat heb ik nooit gezien. Nee, je hebt toch wel Ocean's 8 gezien. Ja, heb je een Ocean's Gate gezien? Of nee, een Ocean's... Je hebt 1 tot en met 8 dus. Hmm? Dat is echt een goede film. Sorry, ik vind het echt leuk. Ik zit echt in mijn eigen bubbel soms. Wat voor muziek luister jij? Niet Nederlands muziek. Niks. Oh, je bent geen Floor? Nee. Okay. Ik ben absoluut geen Floor. Ja, dat denk ik dat van jou. Ja? Nee, ik ben heel erg Amerikaanse rap en zo. Future, Kanye West. Ik heb dus 1 playlist. Met, denk 10.000 liedjes. En dat heb ik echt 4 jaar geleden of zo aangemaakt. En dat luister ik. Ja, ik heb ook geen playlist. Mensen die playlists hebben voor verschillende moods, nee, vind ik raar. Ja, dat vind ik ook. Bij mij gaat het echt van huilen naar dit, naar dat. Als je mijn playlist op shuffle zet, dan gaat het helemaal fout. Ja, dat... Oh, nou, ik luister echt alles door elkaar. Ik heb allemaal verschillende groepen. Ja? Ik heb echt 1 playlist met echt 10.000 liedjes. Als ik gewoon niet bemoeid is, dan skip ik hem gewoon. Ja. Maar en ik luister best wel echt van alles wat. Oh, als ik het een leuke... Kiara! Is Kiara daar? Ja, Kiara. Waar is de kip sushi? Is dit kip? Is het kip? Die heb ik nog niet eens geproefd. Nee, dit is garnaal. Oh, dit is ook garnaal. Garnaal. En we hebben toch nog wel lekkere sushi, hoor. Ja. Een sashimietje. Maar mijn favoriete film is dus denk ik Home Alone. Oh, die vind ik ook echt heel leuk. Heel veel mensen hebben haat aan Home Alone, maar ik vind hem echt leuk. Ik vind alle films met Kevin, nou de enige 2 met Kevin vind ik al heel leuk. Ja, ik ook. Maar die andere hoef ik niet van te weten. Die ken ik niet eens. Maar ik heb die echt wel eens zien, hoor. Jezus. Maar ik kijk dus nooit films of zo, bedenk ik me nu. Ja, ik ook niet vaak. Maar hij, weet je wat hij dus als wil? Nou. Gewoon. Ik kan niet leven tegen enge dingen. Want ik ga van enge dingen slaap ik zo slecht. Dus hij wil alleen maar van die enge documentaires kijken, waardoor ik niet kan slapen en nachtmerries krijg. Ja. Hij wil nooit naar mijn K-drama kijken of zo. Weet je wat ik echt heb herondervonden? Gooi ze vrouwen de serie. Ja. Oh, geweldig. Maar ik zet gewoon een random aflevering aan. Ik ken echt alles in mijn hoofd. Ik vind het gewoon prachtig. Ik vind het zo mooi. Maar mijn favoriete serie echt, die heb ik denk 10 keer gezien in Vampire Diaries. Heb ik nog nooit gezien. No, ja, maar dat is echt... Elena. Ja, ik wilde haar echt zijn. En ik ben echt verliefd op Damon. Nou, als jullie van enge films houden, Hereditary, dat is zo eng. Ik ben toen Gerrit weggerend. Maar ik vind dat het zo nep. Nee, maar Hereditary is echt next level. Oh. Ga maar een keer kijken met Stan. Oh, jij wil Want dan ben je sowieso niet alleen. Daar gaan we weer. De camera is uitgevallen. Dus we filmen nu weer met een andere camera. Het gaat echt helemaal top. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vinden. Stay watching. Nou. We kunnen weer flighten. Ja, Max trekt natuurlijk wel alle aandacht. Daarom gaat alle comments over jou. Of course. Wintersport. Ja, we gaan het even over wintersport hebben. Ja. Thomas en ik waren allebei op wintersport in hetzelfde gebied, maar we hebben elkaar helaas niet gezien. Maar wat vond je ervan? Ja, ik vond het fantastisch. Ja, hè? Ik snapte gewoon nooit, waarom zou je voor je lol naar de sneeuw gaan en daar op 2 van die latjes staan en dan gaan skiën en dan alleen maar zuipen. Ja. Ik snapte gewoon het nut er niet van. Ik snap je gewoon het doel niet. Nee, ik snapte gewoon echt oprecht het doel niet. Maar ik ben er gewoon mee opgegroeid, dus ik ben altijd al verliefd geweest. Maar echt dat gevoel dat je krijgt als je zo afdaling afgaat. Zo'n berg afgaat. Nou. Het is zo'n vrij gevoel. Ja, het is echt een gegeven het gaat echt zo naar beneden. En maar jij kan het ook echt goed, hoor. Ik ga nog steeds naar de pizzapunt naar beneden. Ja, nee, ik ga echt zo... Maar ik ga wel van links naar rechts in de pizzapunt. Goed zo. Zo begin je. Je komt er wel. Ja, ik vind het dus heel chill dat ik niet bewust heb meegemaakt dat ik het heb geleerd. Bij mij is het zoals fietsen. Dus daar ben ik echt dankbaar voor mijn ouders. Dat ze mij op skillers hebben gezegd, terwijl ik niet meer herinner. Thanks, ouders. Thank you, love maar you. Maar ik snap het nu oprecht, waarom dat zo waarom het leuk is. Ik vind het wel doodeng, hoor. Maar zeg maar, bij jullie heet dat voorjaarsvakantie, maar waar ik vandaan kwam heet de carnavalsvakantie. Ja? En dan waren de carnavalsvakantie. Ja? Dat is de eerste vakantie in het jaar. Dat kan ik niet, hoor. Nou, bij ons heet dat zo. Oké. Ja, het heet oorspronkelijk voorjaarsvakantie, maar iedereen noemt carnavalsvakantie. Bij ons heet het krokusvakantie. Nee, bij ons ook. Nou, dat ken ik dan weer niet, hoor. Want die vrijdag... Van dat je vakantie kreeg op de middelbare of op de, dat was altijd op de basisschool carnavaldag. Dan ging je verkleed naar school en dan... We hadden ook wel carnaval. Ja, we hadden ook carnaval. Maar gewoon... De Hollandse carnaval. Ja. Wat ging je dan doen? Ook verkleden. Gewoon verkleden en een soort parade doen. Maar we gingen niet onze steden andere namen geven. Huh? Is dat een ding? Ja. Jongen, die mensen onder de rivieren zijn zo raar. Nou, echt. Nee, dat kan niet. Daar gaan we weer. Ja, het is echt oeteldonk. Nou, maar hoe is een andere hobby. Naam dan? Nou, is wel... Ik heb echt de leukste vriendengroep uit Eindhoven ooit ontmoet. Dus ja, dat is lachen.
Dat is toch raar. Dan ben je toch gelijk van die mensen blokkeren. Tilburg, Spiekenkat, volgens mij. Nee, ik vind dat mooi. Ik vind dat zo grappig. Ik hou van die mensen. Bijten, Urnewijk. Ik vind het zo gezellig. Het zijn echt gezellige mensen. Sorry, ja, ik Amsterdam vind dat... ik soms echt niet leuk. Nee, ik zeg ook niet dat het ongezellige mensen zijn, maar... Het is echt totaal andere wereld. Maar het is wel een andere wereld. Maar kijk, ik woon op de grens. Dus ik heb allebei een beetje. Ja, dat is. Ik heb een beetje zuid, een beetje noord. Ik ben zo'n kameleon. Die gaat met allemaal goed. Nou, lijkt wel op jou. Oh, nou, skiën. Oh ja. Nou, ik vond het fantastisch. Ja. Ik ben denk ik niet eens. Ik ben niet. Ik heb 3 dagen geskiet. Dus de eerste dag met die pizza.race. Ja. Daarna ben ik nog een beetje gaan skiën. Maar ben ik gelijk gaan apres-ski bij die apres-ski. Oh ja, ja, want toen belde ik jou. Zeg, kom even skiën. Zeg je, nee, ik ben nog gestopt. Toch, ja. Yeah. Kijk, toen was ik al dronken. Ja. 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 En die dag daarna ging ik vooral naar de... Rond na 1 uur ging ik heel veel skiën. Toen lunchen en toen weer skiën. Nou, toen raakte ik dus vermist op de piste. Ja. Nou, echt vreselijk was dat. Nou, het is doodeng. Niet na 4 uur gaan skiën. Nee. Ja. Ik heb een keer gehad dat mijn skigebied was zo groot dat je kon eindigen in Duitsland. Toen was ik met een vriendinnetje. Waar was je toen skiën? Ja. In Oostenrijk ook. Ja. Oh. In Oostenrijk gewoon. Oh. Het was zo groot, het was 4 uur. Toen konden we geen lift meer pakken. Dus wij zijn maar gewoon alleen maar gaan afdalen. Die piste is af. Komen we uit beneden een dalafdaling in Duitsland. In mijn ouders bellen, ja, what the fuck. Hoe oud was je toen? Ja, 16 of zo. Oh. Ik ben in Duitsland. Mijn ouders, wat de fuck doe jij? Moesten ze ons helemaal gaan ophalen in Duitsland? Ja. Oh, dat zou ook echt mijn angst zijn. Ja, ik snap, ik mocht toen 16, mocht ik voor het eerst een beetje samen met een vriendinnetje dan, weet je wel. En dacht, ah, dat kunnen wij wel. Ja, ik was helemaal in dat Kirchberg beland. Dat heb ik nog nooit gehoord. Thomas Kirchberg. Eet echt niks. Iemand zegt, Thomas eet echt niks. Hij eet de hele dag door. Ik zat hier. Ja, in dat Kirchberg was ik beland. Ja, daar zat ik. Ja, maar dat zit ik dus niet. Ja, maar schat, dat is gewoon één berg. Aan de ene kant van de berg zit Kietspoel, aan de andere berg... Ja, maar het is groot hoor, zo'n berg. Het is niet klein. Sarah Verwoerd, het is niet klein, zo'n berg. Hartstikke groot. Ja, wel groot. Als je dit terug gaat zien, je ziet me echt struggelen om te kauwen gewoon. Maar dat vinden mensen juist leuk, hè? Ja, dat is. Dat is. Dat is kei leuk, kei mooi. Dat kijk, deze avocado durf ik dan weer wel te eten. Ja, wat is mijn lieve... Wat luister jij? Ja, mijn lievelingsnummer is nu Carnaval van het nieuwe album. Van Kanye West. Oh, is dit zijn nieuwe album? Ja. Lijkt dat niet eens door. Oh, dan moet je verrechten. Ja. Nou, heel leuk. Kijk, in zo gaat het. Tijdens de sporten, ik roei wel door. Ja, ik ga luisteren dat heel erg tijdens de sporten. Ja. Oh, ik luister Raw. Nee, hij wil echt niet weten wat hij luistert. Hij is echt... Hij loopt net te hakken in die train morgen. Nee, dat is niet... Raw, dat doe je niet hakken. Dat doe je op katlongen. Ik veel. Kijk, ik luister... Hoe vaak luister ik zeg hou je dit. Vast, hè? Wat? Maar dit vind ik gewoon echt, dit is gewoon stront in mijn oren. Ja. Wat? Dit kan toch niet? Maar dit is wat ik bedoel met mensen onder de rivieren. Nee, dit is ook boven de rivieren. Nee, ik heb nog nooit een Marie Claire hierop zien dansen. Is toch niet gezond? Ik krijg bijna... zo lekker tijdens het sporten om Raw te luisteren, dat ik echt zoveel energie van. Nou, ik krijg echt nog net geen cardio. Maar ik luister soms ook echt house. Ja, ik vind house techno heel leuk. Techno luister ik ook nog wel, maar tijdens sporten vind ik Raw echt wel top. Ja, kan Thomas misschien nu hakken? Nee. Ja! Als jullie komen, we hebben nu alles gehoord. Oké, dat was de bedoeling. Ja. No shit. Ja, ik ben een beetje traag van begrip. Ja, dus ik snap het zal aan mij liggen. Niet alleen van begrip. Ja, ik vind het heel raar. Grapje. Oké, stel nog even één leuke vraag. Ja, en leuke afsluiten. Ja. Mijn favoriete drinken is denk ik een groene thee. Zo, Tamara Elbas. Echt. Yeah. Hij is zo leugenaar. Ik denk dat mijn favoriete alcoholische drankje is denk ik een biertje. Ja? Nou, ik heb de hele vakantie alleen maar bier gedronken. Ik vind dat dus zo seksloos. Ja, maar dat is dus wel een beetje Brabant. Dat vond ik waar ik nu vandaan. Ja, op de grens. Brabant? Ja, ja, gewoon. Maar... Oh ja. Zo lekker. Ik vind bier niet lekker, maar ik kan het wel drinken. Maar mensen in de club bier bestellen? Ja, nee, dat vind ik wel raar. Nou, dat durf ik dus niet. Maar kijk, in een apres-ski is het normaal dat je... Ja, dat is, hoort wel bij ik weet dat ik voor het eerst ging met Thomas... Gingen hij en al zijn vrienden uit en mijn vrienden waren daar ook bij. Ja. En zij gingen echt allemaal zo, waren in de soos. Ja. Zoete witte wijn, bier en mijn vrienden waren echt van wat doen zij? Sorry hoor, maar ik vind oprecht, dat is gewoon... En toen allemaal gingen we hun daarop aanspreken. Ze zeiden, ja, wat moeten we dan bestellen?
Ze zei, gewoon een mixdrankje, vodka, Red Bull. Ging ze dat bestellen? 10 euro! Ja. Ging ze schreeuwen. Ik dacht echt, doe even normaal. Maar is dat niet zo duur? Oké. Voor de clarification, voordat ik doodsbedreigingen kijk. Max wordt denk ik heel hard gecanceld. Zo, ken je die meme met when an influencer gets cancelled and something I do on a daily basis? Ja. Dat is hij. Ik ben sowieso voor het begrip van leven en laten leven. Ja. Behalve als je bier drinkt in de club of in zoete witte wijn. Ik heb gelijk, Jezus. Nee. Niet op een stoel. Nee, niet op je stoel. Weet je, we gaan hem nu gewoon stoppen. Ja. Girls. En boys. En guys. En gays. En days. Ja. En everyone. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet Thomas te volgen ook op TikTok. Om Max te volgen op, waar wil je? Alles, schat. Alles. Max van de Geer en Max everything. Van de Geer. Help me get to my influencer status. Ah, volg Max allemaal. Bij de 10k verloten we een MacBook. Bij de 10k verloten we hem zelf. Ja. Nee, heel erg bedankt voor het kijken. Wat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doeg! Doei! Yes, I'll be on my way now.